Sociale organisaties die een speciaal tarief betalen bij de energiebedrijven Suriname zullen binnenkort niet meer in aanmerking komen voor de 50% korting op hun maandelijkse rekening. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei vrijdag tijdens een persconferentie over de uitfasering van de objectsubsidie op energietarieven dat ook is gebleken dat weinig mensen zich hebben geregistreerd bij de Energieautoriteit Suriname als kwetsbare afnemer van elektriciteit. Die voorziening bouwen we af, omdat al een tijdje de voorziening is bij de Energieautoriteit Suriname voor deze instellingen om zich te registreren als kwetsbare afnemers. Ze gaan door een screening. Als het gaat om educatieve instellingen, bijvoorbeeld wordt het ministerie van Onderwijs betrokken. Sociale instellingen, sowieso het ministerie van Sociale Zaken. Het kan zijn sportorganisatie, het ministerie van ROS, gezondheidsorganisatie, het ministerie van Volksgezondheid. Ook religieuze organisaties. Abiyamofo geeft verder aan dat de mogelijkheid bestaat dat organisaties of mensen die zich opgeven als kwetsbare afnemer in aanmerking kunnen komen voor een speciale korting. Natuurlijk zal het zo zijn dat de niet-huishoudens, de commerciële afnemers, die hebben de mogelijkheid om de verhoging af te wentelen op de consument. En wat wij hebben gezegd als regering is dat wij strikte controle zullen hebben daarop. Strikte controle vanuit het ministerie van Economische Zaken. Dat dit niet resulteert in ongebreidelde prijsverhogingen. De verhoging op energietarieven mag niet zomaar doorberekend worden naar de consument, zegt Abiyamofo.